Telstar de nummer 5 en Achilles de nummer 7 spelen tegen elkaar. Vorige keer won Telstar met 1-0 door Suzanne Admiraal, maar die is nu geblesseerd. Corner voor Achilles. Weggekopt. Misschien ingebracht. Van de zijkant, daar is Melanie Bros. Zoeken naar een opening. Vanaf rechtskant, goede voorzet, Michelle van der Laan. En de goal. Al na 2 minuten spelen neemt Achilles 29 de leiding. En het publiek roept dan al om 10 goals. Lange bal, Snoeys is er door. Nou, dit wordt binnen een paar minuten al 1-1. Snoeys, jawel. 1-1. En zo heeft Achilles niet lang kunnen genieten van die voorsprong. Lange bal. Oh, die is goed zeg, Bakker. Knappe aannemen, de paalbakker in de rebound. 2-1. Mooie lange bal. Prachtig aangenomen door Bakker. In eerste instantie staat de paal in de weg. Maar in de rebound wordt het 2-1. Dit is handig. Voorzet en dan de kans voor Achilles. En zo gaat het beide kanten op. Achilles weer. Maar over. Dit is leuk geprobeerd, maar het levert de kansen voor Telstar. Roof wordt het dan meteen 3-1. Roof ten nauwe nood van de lijn gehaald. En Van Ness is woedend. Duppen. Snoei staat op scherp. Goeie lange bal. Is dit buitenspel? Dat zal misschien een randje zijn. Snoeis. Roof is mee. Roof. Nou, schuif hem maar binnen. 3-1. Is dat buitenspel? Of is het dat niet? Achilles is benieuwd. Moment van spelen. Ja, het voordeel is voor de aanvaller. En het lijkt erop dat Telstar hier gewoon reglementaire 3-1 maakt. Volgende situatie, Snoeys. Identiek, precies hetzelfde als net. Weer roof, weer raak. 4-1. En ditmaal zijn de protesten van Achilles nog heviger. Maar eens navragen wat de grensrechter gezien heeft. Doelpunt. Het is gewoon een doelpunt, zegt de scheidsrechter. Maar daar is Achilles het absoluut niet mee eens. Dit, ja, als het bij die derde twijfelachtig was, was het dit toch zeker niet. Dit is gewoon een doelpunt. Dan staat Achilles met 4-1 achter. En dan gebeurt er ook nog dit. Joy Kersten. Onfortuinlijk. Kan niet meer verder. Hopen dat het meevalt. Lange bal, Bakker. Deze keer wel, nou, vriend. Duppen. Snoeys. Wordt het nog erger. Van S in de achtervolging. Dit is genoeg. Telstar krijgt er geen genoeg van. Snoeys. Op jacht naar de 5-1. Van S. Kan niet herstellen. Met wat geluk is daar nog een keer Snoeys. Jimmy Visser kan er niet bij. Weggewerkt door Bros. Tenminste, dat was de bedoeling. Roof. Wie houdt Roof tegen? Roof op jacht naar goal nummer 3. En het is raak. 5-1 voor Telstar. 5-1. Dat had het team van tevoren misschien niet gedacht. Lange bal. Het wordt Roof. Met de vierde. En deze is wel heel erg mooi. Kan het nog één keer dan voor Achilles. Met Hopmans. Daar een mooie knal van Terks. En een stelvolle redding van Kelly Steen. Maar het zat er niet in voor Achilles. En mede door 4 goals van Babiche Roof wint Telstar met maar liefst 6-1.